februari 1984 en we zijn te gast bij de Dorsvlegels die druk bezig zijn met de Durdauwers, pardon, de Dorsvlegels komen net vandaan, de Durdauwers, ja, geraakt in de waarzoer, ziet je dan. Dorsvlegel, wat ben je toen? En wat ben je maar? Durdauwer, wat ben je toen? Ik ben deze haard aan het schilderen, hè. Draai de weg even naar de camera en vertel eens iets van de Durdauwers. Doorstel. De Durdauwers, nou, wij bestaan dit jaar 11 jaar. En de mensen hebben we nou ook een mooie wagen op te maken. We hebben er vol schik in en vol lol met deze wagen. En je kunt zien, er zit nog altijd muziek in bij ons. Hè. En door mensen we deze wagen ook een beetje op te maken, gewoon volop muziek. Het thema is muziek erin. Ja, met de Durdauwers zit er nog volop muziek in. Dat zien we wel. Ja. Hoeveel leer je het? De Durdauwers. Nou, dat kan best onze voorzitter direct vertellen. Is dat de voorzitter? Komt er direct bij, voorzitter. Ja. Vertel eens even, waar bestuur jij je club uit? Uit echtparen. Echtparen, allemaal echtparen. Ja, er zijn 9 echtparen zijn. Ja. Dus er zijn totaal 18 man, als je met even invult. En dan hebben we er al een paar kleine Durdauwers. Harry Ruijs de tweeën, Hans van Venne de tweeën, Henkje Bongers de tweeën. En Geert Ruijs de trainer. Oh. Dan groeit het wel. Het groeit wel. Er wordt totaal aan gewerkt. Ja. Werken we niet aan de klagen, dan werken we aan de vrouw. Dat is denk ik ook een reglement dat er moet. Dat moet, ja. Betijds werken. Maar muziek erin, hè? Muziek, ja. Die hoor. Muziek. Maar het werd een geweldige wagen. Maar dat vertel ik overal, zegt men. Maar ik zie het hier ook zitten. Ja, als er zit nog een stuk wat, ja. Die hier zit. Ja. En ja, dan door zit er nog een op zijn knieën. Dus die zit ook. Liggen. En hier, dan is het leeg. Beweeg het ook? Het draait gelijk, ja. Ja? Ja. Hoe hebben we dat van elkaar gekregen? Hoe moet je dat zelf doen? Of zit er een mechaniek voor in? Of? Er zit mechaniek in, maar meer mag ik niet zeggen. Oh, nee, oh, dat is geheim van de smid. Ja. Ja. De technische man daarboven zit, hij is nou een schilder. Camera, neem hem eens even op. Wie is de technische man? Hey, daar is hij. Oh, door. Ja, daar hebben we. Valt mee. Ja, het wordt wel iets. Het wordt geweldig. Jongens, mogen we nog even zo een beetje de zaak opnemen? Ja. Ja. Doe je dat de stijger afkwam? Nee, dat is wel. Hoe kijk je op televisie? Hoe kijk je op televisie? Kijk je dan maar eens in tijd. Als nu nooit springt, goed uit. Allee, Peter, gaat er 6 vader. Ik weet het niet. Iemand? Melk? Gaat er 6 vader. Moet er nog iets draaien of zo voor jullie? Achter. Moet er nog iets draaien hoor? Nee, hoeft niet. Dat doe je gewoon straks. Toch. Straks als je bang bent. Ik ga maar over bouwen hoor. Ja. Nee, maar dat doe ik. Als je bang bent, dan kunnen we dat beter doen. Dan sta je er ook gelijk. Ja, als hier moet je dan joh. Van de 3.
dames en heren. De Wie van de Drie Show wordt gepresenteerd door Hermien Ebbing. Goedenavond, dames en heren. Hier vanuit zaal Cor Albers nemen wij vanavond op de Wie van de Drie Show. Dan wil ik eerst het panel goede avond wensen. En mag ik u dan voorstellen, Martine Dweil, Albert Hol en Kees ertussen. De kandidaten stellen zich nu aan u voor. Mijn naam is het Blij Hoertje. Mijn naam is het Blij Hoerke. 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 Ik ben van beroep prostituee. Ben werkzaam op de Walletjes en 28 jaren oud. Een oude rot in het vak. Muziek graag. Dit is dame 1. Ben ik. Dame 2. Dame 3. En dame 4. Dan geef ik nu graag het woord aan Kees ertussen. Dankjewel, Hermien. Goedenavond, dames. Dat ziet er gezond uit. Maar laten we beginnen, dames. Ik brand met vragen. Dames, ik zou alle vier graag een vraag willen stellen. Dat is, waarom doet u dit werk, dame 1? Nou Kees, dat zal ik eens even uitleggen. Ik geloof nogal namelijk veel in sterrenbeelden. En volgens mijn horoscoop zou ik in een kort tijdsbestek enkele grote hoogtepunten beleven. Die hoogtepunten die heb ik ook wel gehad. Maar dat kort tijdsbestek, daar ben ik nog niet helemaal uit. Dat duurt al 10 jaar. Dank u wel. En u, dame 2? Nou, ik ben graag onder de mensen. Oh. En u, dame 3? Nou, ik ben nogal lui uitgevallen, dus ik hou nogal van liggend werk. Oh. En dame 4? Ik vind het gewoon lekker. Stom, hè? Dank u, dames. Maar is in dat beroep ook goed verdiend? Dame 3? Nou, ik hou er een mooi zakcentje aan over. En u, dame 1? Nou, ik mag het niet zeggen vanwege de belastingen, maar ik kan er mijn buik van vol krijgen. Aha. Dame 4. Dame 4. Dame 4. Oh, sorry, Kees, sorry. Hoe groot is uw werktrein? Oh, ik werk nooit in een trein, Kees, nee. Nee, dat vind ik zo eng in een trein, nee. Dames, dame 4, bel graag uw aandacht, ja? Kees, misschien nog een laatste vraag voordat de bel gaat? Jazeker, Hermien. Dames, ik neem aan dat u weinig tijd hebt om te eten. Maar zo tussendoor krijg je toch wel trek. Dus wat neemt u dan? Dame 3. Een boterham met Heinz voor de broodnodige variatie. Ha. En nu dame 1? Nou, als ik trek heb, dan heb ik graag een mars. Dan kan ik er direct weer flink tegenaan. En nu dame 2? Nou, geef mij maar een rolmops met een lekkere harde augurk erin. Dan ben ik weg van. Ha. En dame 3 ook nog iets? Nou Kees, eens kijken. Zo'n rollo, ken je met meerdere delen, ja. Jammer, Kees. Uw tijd is weer om. Nou, Martine. Misschien jouw beurt? Ja, dankjewel, Hermien.
Dames, wat ik me nou altijd heb afgevraagd, of dat u nou voor een baas werkt, of dat het een eenmansbedrijf is. Dame 1. Martine, ik werk voor de heer P. Ooyer. Oh, dame 2. Ik werk ook voor de heer P. Ooyer. En dame 3. P. Ooyer. Dame 4. Oh, ik en Martine, ik werk voor een pooier. Ja, dat had ik begrepen dus. En dame 2, nou wil ik u wel eens vragen, hoe komt men nou eigenlijk aan zo'n beroep? Nou, mijn oma deed het, mijn moeder deed het en straks doet mijn dochter het ook. Ja, zit dus duidelijk in de familie, ja. Hermien, is dit een live-uitzending? Ja hoor. Ik zou dan graag even de groeten doen aan Marietje van Zeedijk 18, mijn dochter die woont op Zeedijk 16, ome Leo in Zutphen. Ja, stop. Ja, dat mag u dan straks doen na de uitzending, ik had ja? Er nog maar eentje. Niks mee te maken. Martine, ga verder. Ja, Hermien heeft er een hekel aan als de uitzending in de soep loopt, hoor. Oh. Dame 3, waar hebt u trouwens een grote hekel aan? Nou, dat zijn twee dingen. En ten eerste, te laat komen en vooral om op mijn beurt moeten wachten. Ja, dat is ook erg, ja. Dan heb ik nog een laatste vraag, dames. Nee. Luister je zo ook ooit naar de radio en hebt u dan nog eens een liedje waar u de voorkeur aan geeft? Dame 1. Nou, Martine, als ik aan het lopen ben, zo langs de weg, ik weet niet als je het doet, maar dan neur ik altijd het liedje van... Een beetje geld voor een beetje liefde, voor een paar uren kunt u me huren. Ja, dat is te begrijpen. Dame 2? Nou, dat liedje van koude jatten aan mijn lijf, daar wil ik van. Ja, dat is heel erg koud, ja. Dame 3? Nou, van eentje links, eentje rechts, één aan elke kant. En dame 4 ook nog voor. Oh, Martine. Ik heb één mooi liedje, daar droom ik altijd van. Dat is van... Wat ruist er door mijn struikgewas, het is een... Ja, dat is ook bekend. Oh, sorry. Vind ik wel een heel mooi liedje, hoor. Ja. Een heel mooi liedje. Sorry, dames. Maar ik geef graag het woord aan Albert Hol. Dankjewel, Hermien. Dankjewel. Ja. Ja, dames. Ik had ook nog een paar leuke vragen voor u. Namelijk tippelen. Tippelen jullie ook, dame 1? Ja, zeker, Albert. Dame 2? Alleen als het droog is, want ik heb een hekel aan nat worden. Ah, ja. Rollen terug. Dame 3? Liever niet. En dame 4? Oh, nee, Albert. Nee, dat doe ik nooit. Nee. Ja. Nee, ik zie jullie allemaal zo graag met je benen gooien. Ja, nee, maar dat zit wel snor. Ja, dat zit wel snor, hoor. Ik had nog een brandende vraag, ja. Tippelt u eens even. Ik zou graag even willen zien, ja. Nu? Moet dat nu al, hè? Nou, dat kan, dacht ik wel, Hermien. Hè. Dat lukt wel, hè. Ik zou graag even hebben een tippeltje. Oké. Okay. Nou. Ja. Ja, zo is het genoeg, dames. Ik weet al veel meer, ja. Dank u wel, dames. Dank u wel. Dames, voor mij bent u het alle vier, maar... Als u tippelt, blijft er natuurlijk weinig tijd over voor iets anders. Maar als u tijd hebt, kijkt u ook ooit naar lievelingsprogramma's. Dame 1. Nou, Albert, dat NCRV-programma van Ontdek je plekje. Dat vind ik een prachtig programma. Ja. Dame 2, ook in die geest natuurlijk. De Verre van de Matchshow. Doet alles. Dame 3. Nou, stuif eens in. Stuiven zin, ja. Dame 4. Ik ben nogal kieskeurig. Raad waar die staat. Oh nee, dat is een radioprogramma, hè. Ja. Die man daar, die ken ik. Daar heb ik nog 25 gulden van te goed. En de volgende keer niet meer beter, hoor.
Kan ik verder gaan, Hermine? Want... Ja hoor. Een kleine tussenkomst. Dame 4. Doet u nog iets buiten dit beroep? Ja, ik studeer. Ik zit momenteel op de naailes. Ja, dat doe ik erbij. Dat vind ik wel... Ja, de vragen zijn al veel voor mijn voeten weggemaaid, maar ik zal eens kijken. Dame 4, ik heb misschien nog een moeilijke vraag voor u. Ik alweer. Maar, weer een moeilijke vraag, ja. Maar komen er bij u ook bekenden? Bekenden, ja. Een maand geleden, er kwam nog die meneer, weet je wel, met die schimmel tussen zijn benen. En ook die andere, die was er ook bij, met zijn zak op zijn rug, ja. Oh ja, Sint de Pietballer. Ja, nee, maar... Dankjewel. Jammer, Albert. Jouw tijd is dus ook om. Geacht panel, mag ik u dan nu verzoeken de bordjes op de knieën te nemen en de echte, enige, waar Blij Hoerke uit te zoeken? Ja, de keuze is gemaakt. Kees, waarom dame nummer 4? Nou ja, aan die manier van tippelen al, hè. Zo professioneel. En, tja, dat ruis in dat struikgewas. En ze vinden het lekker. Dus ja, het kan niet missen, hè. Stom, hè. Dank u. Martine, waarom dame nummer 1? Nou, ik weet het niet, hoor. Het is voor mij een gok. Ik kom er nooit. Ja, en de heren zullen er wel meer verstand van hebben. Jazeker, of niet, Albert? Ja, dat zal wel kloppen. Maar mijn nummer 3... Nou, ik zag dat tippelen, hè. Nou, en dat vond ik van dame 3, vond ik dat echt... dat leek mij de echte tippelaar. Dat leek ze... Die is het voor mij. Dank u. Wil dan nu het echte Blij Hoerke opstaan? Mevrouw nummer 1, mag ik dan uw naam en uw beroep? Ik ben mevrouw Huistra, ik ben boerin. Ik heb 3 koeien, 25 varkens, 26 kippen en 2 zonen. Dank u. Mevrouw nummer 3, wat is uw naam en uw beroep? Ik ben mevrouw D. Ooyer, Dooyer. Ik ben de vrouw van P. Ooyer, Pooyer. En ik ben boekhouder op de zaak van mijn man. Dank u. Mevrouw nummer 4, uw naam graag en uw beroep? Ik ben Marie en ik ben getrouwd, ik heb een man. En die is tuinman en ik help hem mee met het struikgewas schoonmaken. Dank u. Dames en heren, dit was dan weer Wie van de 3. Een prettige avond en tot de volgende keer. Dank u. Niet alleen perfecte wagenbouwers en optochtmakers, maar ook in onze pronkzitting. Hartelijk dank.